Mijn naam is Rob van der Mark, teammanager van Service en Onderhoud. Service en Onderhoud bestaat uit 4 teams. Eén team is Algemene Technische Dienst, de ATD. Tweede team zijn de BOA's, de toezichthouders van ons. Derde team is het sportteam, doet het beheer en het onderhoud van de sportvoorzieningen. En het vierde team is het service team en daar hebben we 2 vacatures. Nou, binnen service en onderhoud kom je te werken met een hele diverse club van mensen. Leuke mensen om mee samen te werken. Veel verschillende mensen, van jong tot oud. Het service team werkt voornamelijk alle klachten weg die bij ons binnenkomen. En dat zijn klachten op het gebied van onderhoud aan bestratingen. Dan moet je denken aan losliggende tegels. Boomwortels verwijderen. Het plaatsen van bebording, onderhoud aan bebording. En alle andere klachten die er bij ons binnenkomen. En klantcontact bij het service team is heel belangrijk. Hechten wij heel veel waarde aan. Want iedere burger nemen we natuurlijk uiteraard heel serieus. En Erwin, wat doe jij binnen het team van service en onderhoud? Wat ik hier doe binnen het team van service en onderhoud? Ik doe het onderhoud aan de openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, parkeerapparatuur, railgemalen en dan eigenlijk alles elektrotechnisch. En wat maakt het werken nou zo leuk bij service en onderhoud? Dat is eigenlijk de afwisseling in het werk. Het is eigenlijk geen één dag hetzelfde. Je kan bezig zijn in de bestrating. Een dag en een dag daarna zit je weer eventjes in het groene onderhoud. Een dag daarna ben je misschien wel bezig met het opbouwen van stemlocaties. Een dag daarna het afbreken, het rondbrengen van de stembiljetten komt er ook nog eens een keer bij. Zo zie je maar weer van alles wat. Als er ergens een probleem is, komen ze altijd bij ons terecht. Nou, binnen het team van service en onderhoud zijn er natuurlijk zat ontwikkelingsmogelijkheden. Daar zijn we echt heel gek op. Zat collega's de laatste periode die zijn doorgestroomd naar andere functies. Stapje hogerop. Dus qua opleidingen is het is er altijd wel wat mogelijk en een mouw aan te passen om jezelf door te ontwikkelen. Binnen service en onderhoud zijn nu alleen maar mannen werkzaam, maar uiteraard zijn vrouwen ook bij deze van harte uitgenodigd om te reageren op de vacatures. En nog steeds naar je zin. De glimlach op mijn gezicht zegt genoeg of niet? Uiteraard. Nou, dat zie je eigenlijk overal bij ons, alleen maar mensen met een glimlach. Dus misschien ben jij wel een van onze nieuwe collega's.